De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, heeft gisteravond haar gedenkboek 50 jaar Blinden zien en zorgen gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de grote zaal van de NSBS aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Braille uitgebracht is aangeboden aan de doelgroep. De voorzitter van het NSBS-bestuur, Karen Blufpand, was heel enthousiast over het resultaat. Henk Plein en onze ICT-afdeling onder leiding van Usha, die hebben een geluidsexemplaar voor ons klaargemaakt. Dus het is gewoon ongelooflijk. Ellie, ga jij straks de link uitdelen? Dus, Lincoln, Ella, help me met het braille-exemplaar aanbieden. We beginnen met het eerste exemplaar van dit gedenkboek uit te reiken aan de doelgroep. Daarnaast een applaus voor Henk. En voor Usha, waar is Usha? Jullie hebben het geweldig gedaan. Dit is de link waarbij je dat boek kan beluisteren. Het is toch prachtig. En dat door onze mensen zelf. Nou, ik bedoel, ik barst van de trots. Er zijn 2 braille-exemplaren uitgebracht, waardoor mensen die het boek willen lenen, daartoe ook de gelegenheid krijgen. Om het boek tot leven te brengen voor de aanwezigen, is er een passage uit voorgelezen door Sonja. Bernadette was ongeveer 10 jaar toen ze bij de Louis Braille School werd aangenomen. Zij is het eerste kind geweest dat de gebrailleerde schooltoets heeft gedaan. Er werd getwijfeld of ze het examen wel zou kunnen halen. Maar Bernadette slaagde niet alleen voor de toets, nee, ze haalde zelfs de hoogste score in het land. Een passage uit het gedenkboek 50 jaar blinden zien en zorgen, uitgebracht door het NSBS. Het eerste exemplaar in boekvorm is uitgereikt aan Kitty Tijm. Zij is de zus van Tietja Tijm, die 17 jaar haar hart heeft gegeven aan de organisatie en onlangs is overleden. Haar wens was het Blindeninstituut zo onafhankelijk mogelijk te maken. Voorzitter Blufpand beloofde er alles aan te zullen doen om deze wens in vervulling te doen gaan. Het boek is gefinancierd door de organisatie Bon Intention uit Curaçao en de drukker is Leo Victor.